Ik heb een artikel over de Formule 1 en ik heb het op internet opgezocht. En het is van gpblog.com en het is van 8 maart. En ik ga het even voor jullie oplezen. Formule 1 wintertest in Bahrein. Op deze dag komen de coureurs in actie. Het Formule 1 seizoen gaat eindelijk weer beginnen en zoals gewoonlijk begint het seizoen met de wintertest. Dit jaar is het echter niet in Barcelona, maar doen de coureurs en teams hun voorbereiding in Bahrein. De Formule 1 wilde in 2021 weer terug naar een normaal seizoen, maar voor de start van het seizoen is dat eigenlijk al niet gelukt. De Grand Prix van Australië moest worden verplaatst en dus begint het seizoen in Bahrein. Vanwege die start in Bahrein wordt ook de wintertest daar gehouden, waardoor men voor het eerst het seizoen niet opent in Spanje. En Formule 1, wat is dat precies en hoe ziet een Formule 1 auto eruit? Formule 1 is de hoogste klasse in de autosport en er doen 10 teams mee. En elk team zijn er 2 auto's, dus in totaal zijn er 20 auto's die meedoen met de race. En zo ziet een Formule 1 auto eruit. Dit is bijvoorbeeld een Ferrari en het is een open race auto met 1 zitplaats. En hij heeft grote voor- en achtervleugels. En achter de zitplaats van een coureur is de motor gemonteerd. En Formule 1 auto's kunnen snelheden bereiken van boven de 360 km per uur. En elk Formule 1 auto kan van 0 naar 160 km per uur halen in minder dan 5 seconden. En naast hoogsnelheden kunnen de Formule 1 auto's ook supersnel door de bochten. En het Formule 1 seizoen... Het Formule 1 seizoen bestaat uit een serie races. En dit jaar zijn er 23 races. En elke race wordt een Grand Prix genoemd. En als een race is, kan je op het Formule 1 kalender zien. Of je kan het ook op internet opzoeken. En de eerste race is op 26 maart in Bahrein. En de tweede is op 16 april in Italië. En er is ook één in Nederland. Op 3 september. En wordt gehouden in Zandvoort. En de races worden gehouden op verschillende banen in verschillende landen. En de resultaten van elke race worden gebruikt om ieder jaar 2 wereldkampioenschappen te bepalen. 1 voor de coureur en 1 voor de auto. En vorig jaar was Lewis Hamilton de winnende coureur. En Mercedes de winnende auto. En Formule 1 is een zeer groot televisie-evenement waar door miljoenen mensen naar gekeken wordt. En een Grand Prix in de Formule 1 duurt een volledig weekend en begint van vrijdag en eindigt op zondag. Op vrijdag zijn er 2 trainingen en ze noemen dat de eerste en tweede vrije training. En dit duurt 3 uur. En coureurs mogen oefenen op de baan. En op zaterdag is er nog een training, de derde vrije training. Die duurt 1 uur. En aan het eind van deze training wordt later een kwalificatie gehouden. Dus de coureurs moeten een snelrondje rijden om zich te gaan kwalificeren. En de kwalificatie bestaat uit 3 sessies. In de eerste sessie mogen alle 20 auto's de baan op gaan. En dit duurt 18 minuten. En ze moeten een snelrondje rijden om naar de tweede sessie te gaan. En de 5 traagste coureurs worden aan het eind van deze sessie geëlimineerd. En die zullen de laatste 5 startplaatsen innemen. En nu blijven er 15 auto's over. En overbleven 15 auto's gaan naar de tweede sessie. En die duurt 15 minuten. En er wordt opnieuw 5 auto's geëlimineerd. En nu blijven er 10 auto's over. En overbleven 10 auto's gaan naar de derde sessie. Dit is de laatste sessie. En ze moeten een stelrondje rijden. En wie een stelrondje rijdt mag op de eerste startplaats starten in de race. En dit noemen ze ook wel de pole position. En zo wordt de startopstelling bepaald. En op zondag wordt de race gehouden. En dit duurt ongeveer 1,5 uur. En hier hebben we nog de puntverdeling. Er zijn 20 auto's. En alleen degenen die in de top 10 eindigen krijgen punten. De winnende coureur krijgt 25 punten voor zichzelf en 25 punten voor zijn team. En de tweede 18 en de derde 15. En zo kun je het aflezen uit deze tabel. En dit is Max Verstappen. Hij is een Nederlandse coureur. En hij is 23 jaar oud. En hij is
rijdt voor de Team Red Bull en hij is echt populair. En hij heeft 42 podiumplaatsen behaald, waarvan 10 overwinningen. En hij is echt goed. Ik wil zeggen, kijk allemaal volgende weekend. En dat was het. Ik heb een artikel over de Formule 1. En het is van... Ik heb een artikel over de Formule 1. En het is van... En ik heb het op internet al gezocht. En het is van gbblog.com. En ik heb het op internet al gezocht.